Wij gaan met Lego spelen! Yay! Oh, maar wacht even. We moeten hem natuurlijk eerst nog even in elkaar zetten, hè? Ja. Oh. Nou, dat gaan jullie zo zien. Hallo! En wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. In deze vlog, maar dat weten jullie waarschijnlijk al, want dat hebben jullie in de titel gezien en in het plaatje, in de thumbnail. Maar we gaan iets vets bouwen van Lego. Want kijk eens wat Nova heeft gekregen. Een hele mooie Lego City politievrachtauto met ingebouwde gevangenis. En die gaan wij eens vandaag in elkaar zetten door middel van de timelapse. En uiteraard zien we dan ook het eindresultaat. En hier zien we nog een keer de Lego City set die Nova voor de verjaardag heeft gekregen. En wij zien hier een politiemotor. Wij zien een politieagent met handboeien. Wij zien een hond. Wij zien een boef in een soort van quad met geld wat erachter valt. We zien een boefin. Dat is een vrouwelijke boef, toch? Ja. Die probeert te ontsnappen uit de vrachtauto. En jij wilde vertellen, hè, dat jij al... 4 boeven. Jij hebt al 4 boeven, hè? En die kunnen nu eindelijk opgesloten gaan worden in de politiegevangenis. En toen ik ook klein was, speelde ik ook enorm veel met Lego City. Super gaaf, kan je van die hele mooie steden bouwen en zo. Dus als Nova dit leuk blijft vinden, dan komt er vast nog wel wat meer in de toekomst. Nou, Nova gaat eens laten zien wat er dus allemaal in het doosje zit. Dus haalt het er maar eens uit. Zo. Nog iets te uitleggen. Dat zijn een hoop. Is je leeg? Stickers. Oh, stickers hebben we nog. Dat zijn een hoop zakjes. 1, 2, 3, 4. Een stickerboek. Een paar boekjes om in elkaar te zetten. Oh, dat gaat gewoon in etappes. Kijk nou. Oh, en nog een los Lego plaatje ligt hier ook. Maar kijk, we hebben hier 3 boekjes genummerd met 1, 2 en 3. Dus we beginnen dadelijk met deze kleine voertuigen. Daarna gaan we de voorkant van de truck maken. En dan gaan we de achterkant van de truck maken. En dat is een dik boek. Wow. En hier zien we nog een keer alle zakjes. Nummertje 1. Nova kan heel goed tellen. 1, 2, 3, 4. En boekje nummer? 1, 2, 3, 4. Nee, dat is een stickervelletje. Ah ja. Ah, dat is geen boekje. La 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 la. Nou, we beginnen dus met boekje 1, Nova. En als wij die dan openslaan, dan zien wij tot we daar zakje nummer 1 voor nodig hebben. Dus dan mag je die pakken. Ja, dan mag je die openmaken. Voorzichtig. En dan mag je het hier doen. Dan doen we deze boekjes even weg. Want die hebben we nou niet nodig. En de stickers. Oh, oh, het hoofd hier rolt weg. Oh nee! Nou, we gaan eens beginnen met de poppetjes in elkaar zetten en de 2 motoren, of de 1 motor, wat is het? Oh ja, een autootje en een motor. En dat laten we jullie zien in een timelapse. Wow, een politiemotor, een boevenauto... Met een ketting eraan. Kijk hoe lang die is. Wow. Nou, dit was dus boekje 1. En zakje 1, hè? En dan gaan we nu naar... Boekje. Zakje 2. En welk boekje dan? De voorkant. En welk boekje is dat? Nummer 2. Juist. En alsof Nova nog niet genoeg politieagenten heeft. Die zit als goed is in dat zakje ook weer een. Dus je mag hem weer openmaken. Wow. Oeh, en weer een zakje in een zakje. Inception. Nou, die mag je ook leeggooien. Het zijn alle kleine stukjes. Dus die houden er een beetje ernaast. Hè? En dan gaan we beginnen met het bouwen van de truck. So desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not. Nou, dat is duidelijk een grill die aan de voorkant van de vrachtwagen moet. En dan mag Nova er nu op zetten. Mm-hmm.
Goed zo. Kijk eens hoe stoer die wordt, de vrachtauto. Wow. Maar we gaan weer verder. Zo. En de wielen gaan er nu op. De finishing touch. En dan hebben we de vrachtwagen klaar. Nou, de truck is af, de boevenauto is af, de politiemotor is af. Er staat nog een vrouwelijke boef en een politiehond. We gaan nu beginnen aan de truck en dat is boekje nummertje 3 met verpakking 3 en 4. Zo, kijk aan. En ik laat het even zien, want je hebt dus boekje 3, daar kom je zo ver mee. En dan heb je, of boekje, zakje 3 en met zakje 4 maak je mummel af. En we beginnen dus nu met de grote plaat en die ligt hier al boven. Gevolgd door het zakje 3. En dan gaan we dit helemaal mee maken. En Ova is heel druk bezig met uitpakken. Nou, zo staat hij op papier. En zo in het echt. En wat een fancy computer, jongens. Wow. En nu zijn we beland aan zakje nummer 4. En dan gaan we hem afmaken. En die heeft Nova al klaargelegd. Maak maar open. De grote stukjes. En ook weer een zakje met kleine stukjes. En een hele vette traliedeur. Van de gevangenis. Klaar! En kijk eens wat hij allemaal kan. Wow, zit er nou een motor in? Ja. Ik zie een motor in. Kan die er ook uit? Ja. Laat zien. Wow! Die moet dan weer zo dicht en die ook dicht. En dan zit je allemaal gevangen. Oh nee, het vrouwtje, de politie... Nee, niet de politie. De boef wil eruit, Nova. Kijk, ze aan de politiehond voor. En wat kan er nou gebeuren? Daar komt de vriend aan. Die komt eraan racen. Ja, ja, laat de gat maar even liggen. Die gaat racen. En heeft hij achter zijn quad... Heeft hij een haak. Heeft hij een haak. En die kan hij zo vastklemmen aan de deur. En dan geeft hij gas. En wat gebeurt er dan? Oh, en dan is het poppetje vrij. Yay! En zelfs politie... Koontjes, of hoe noemen we dat? Van die veiligheidsdingen die je zo kan neerzetten op de weg. Om iets af te zetten. En er staat nog een geweldige enge waakhond ook nog bij. En als zoals je van ons gewend bent, komt er nu een B-roll. Prepare to die. Nou, zoals jullie het zien is Nova lekker aan het spelen met haar nieuwe Lego. Wat was het vet om het weer in elkaar te zetten, zeg. Echt brings back memories. Ik heb echt superveel met Lego gespeeld vroeger. En het valt me echt op hoe slim Nova dit bouwt. Ze heeft het bijna helemaal zelf gedaan. Op een gegeven moment had ze er niet zoveel zin meer in. En gaf ze heel snel alle steentjes aan mij die ik nodig had om de laatste dingetjes te maken. Maar oh, wat is dit gaaf. En stiekem vond ik het ook wel vet om die slow motion beelden te maken. Alsof de dief... weer kon ontsnappen toen die deur eruit getrokken werd.
Nou, ik ga deze vlog nu afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat zeker niet te doen. Dat kan je beneden doen door op die abonneerknop te klikken. Vergeet dat belletje aan die zijkant ook niet, want op die manier mis je geen enkele video meer van ons. Laat een blauwe duim omhoog achter. En van nu kan ik en Nova... Nova! Kom eens. Snel. Want ze wil zo graag doorspelen. Niks anders zeggen. Nova. Niks anders zeggen. Kom eens gewoon naast me zitten. Tot. De volgende vlog. Tot de volgende vlog. Doei. Ja, ik stoor er ook mee spelen. Dat moet je eigenlijk ook niet doen, hè.